Maar we beginnen met iets heel bijzonders. Want volgende week woensdag gaat de nieuwe Nederlandse familiefilm Kruimeltje in première. En het is een ongelooflijk mooie en leuke film. En de hoofdrolspeler is hier, geef Mark applaus, Kruimeltje, oftewel Ruud Veldkamp. Ik dacht eerst dat het een grap was. Ik hoorde dat jij je grootste wens was om ooit een keer in Late Leeuw te komen. Klopt dat? Ja. Je bent al enorm lang volg je Schreeuw van de Leeuw en Late Leeuw. Ja. En ik heb me ook gehoord laten vertellen dat jij op je 5e Bob de Roy nadeed. Ja. Hoe deed je dat dan? Nou, je moest playbacken. Dat was op Koninginnedag. Ja. En dat is wel geinig, want toen nou, dat bepalen we zelf wel, hè. Of het wel geinig is. Wat is geinig dan? Nou, ik moest op het begin moest ik gelijk gaan playbacken. En dan op het laatste, toen iedereen had geplaybacked, toen had ik gewonnen, want ze vonden mij heel erg geinig. Maar je deed niet die stem na, je deed gewoon playbacken, met de lippen meebewegen. Ja. Hey, dat artiest willen zijn of op willen vallen, dat zat altijd al in je bloed. Ja. Ja. En ben je een nieuw Kruimeltje. Je bent nu Kruimeltje. Ja. Hoe ben je aan die rol gekomen? Nou, mijn moeder had een advertentie in de krant gelezen. En, bij welke rubriek? De Telegraaf. Oh, de Telegraaf. De hele Telegraaf. Ja. En daar zochten ze gewoon Kruimeltje. Ja. En toen had ik een brief geschreven naar de Shooting Star. Dat is de producent. Ken je Kruimeltje? Nee, dat nog niet. Je had het boek nog helemaal niet gelezen. Nee. En wist je moeder iets van Kruimeltje? Nou, dat weet ik niet. Je vroeg niet van wat. Misschien was het wel een seksfilm. Moest je een enorme dikke kruimel spelen. Heb ik nou mijn broek? Een kruimeltje? Nee, maar je wist niet wat voor soort film het zou zijn, of wel? Nee. Nee, dat niet. Maar toen heb ik het boek gelezen en toen wist ik het. Het is echt een Rotterdams boek, want ik kom uit Rotterdam. En wij kenden Kruimeltje en Pietje Bel, waar echt de boeken waar wij mee opgegroeid zijn. Jij komt niet uit Rotterdam? Nee, ik kom uit Amsterdam. Ja. Nou, eigenlijk meer uit Broek, maar ik ben in Amsterdam geboren alleen. Hoe lang ben je daar geboren dan? 1 uur. 1 uur. Je bent 1 uur in Amsterdam geboren. Geloof ik. Ja, en Kruimeltje, moest je auditie doen? Dus hoeveel jongetjes waren er? Iets van 300, geloof ik. En waarom wil jij het dan? Denk je er wel eens over na? Van, jee, waarom ben ik dat nou geworden? Nou, ik heb een beetje scheve tanden. Is dat de reden? Nee, maar Maria vond mijn gezicht ook wel goed als Kruimeltje. Wanneer zag ze dat nou? Ja. Wanneer zag ze dat? In 1998, geloof ik. Want toen je zet toch je pet op en toen dacht iedereen, hey, dat is het Kruimeltje. Dat verhaal heb ik gehoord trouwens. Laat me lullen. We gaan kijken naar een scène, want het is echt een prachtige film, die ziet er prachtig uit. En laten we kijken naar een scène van het Kruimeltje. Hé, hey, Kruimeltje! Nou, ieder op zijn beurt hoor. Ik klink naar beneden en dan mag jij de slee naar boven brengen. Ja, ik ben daar gek. Laten we hem samen opgaan. Nou, vooruit dan maar.